Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe hit van Fysio Sport en Training Deinsburg. Ik hoop dat jullie ook in deze kerstvakantie lekker met mij meedoen. We gaan vandaag een hit doen, een workout van 40 minuten oefening, 20 seconden rust. Maar we beginnen even om lekker warm te worden met een Tabata. Dus doe je vest alvast uit en dan gaan we lekker beginnen. Voor de eerste Tabata. We beginnen met jumping jacks voor 20 seconden. Let's go! Dus ga alvast schouderbreedte staan. Daar gaan we weer. Goed tot 90 graden. Even om warm te worden. Het is maar 20 seconden. Jumping jacks. 3, 2, 1, go! Let's go! Ietsjes hoger, ligt dan een beetje warm. Dan gaan we weer naar de squat. Mooi diep zakken. Hou vol. Oké, we zijn op 6. Dus nog 2 rondes te gaan. 3, 2, 1, go! Blijf rustig doorademen. Dit is de warming-up. Dat is een high knee run. En de burpees. Here we go with 5. We beginnen met de burpees. Let's go. 2, 1, go. Oké, daar gaan we. Deze is net
iets intensiever dan onze eerste Tabata. Volgende, high knee run. 3, 2, 1, go! Let's go! Mooi die knie omhoog. Voor degenen die nog niet warm worden, worden die lekker warm. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Oké. Gaan we weer naar de burpees. 8 rondes in totaal. Neem ook echt even je rustig door. 3, 2, 1, go! Gaan doen is 8 rondes, 40 seconden workout, 20 seconden rust. We beginnen zo met de push-ups, dus dat kan op de knieën op deze manier. Of als je heel erg goed bent in push-ups, kun je het ook vanaf de tenen doen. Oké, let's go! De muziek zegt wanneer we beginnen. We beginnen met de push-ups. Four rounds of power, pain, and determination. And now, let's rock this goddamn okay. Workout. Oké, daar gaan we. 40 seconden. Goed diep zakken. Mooi recht omhoog. Hou vol. Come on.
Wisten lunches. Deze manier. Als het makkelijk is, gaan we de jump lunches doen. 40 seconden. Oké. Daar gaan we. Come on. Hou je ademhaling onder controle. Seconde rust. Volgende die we gaan doen, de bicycle crunch. Het fietsen, dus op deze manier. Weer 40 seconden. Kom maar vast liggen. 3, 2, 1, go. Daar gaan we. Been goed uitstrekken. Kom ook met die schouderbladen van de grond. Hou vol. Goed indraaien. Het hoeft niet te snel, maar je mag goed uitvoeren. Kom aan. Benen mooi blijven strekken. Makkelijk is, gaan we de sprongvariant doen. 40 seconden. 3, 2, 1, let's go. Go round 4. Kom maar. Doe met me mee als het lukt met springen. Jullie kunnen dit. Kom maar. Niet smokkelen.
40 seconden. Let's get it done. Oké. 3, 2, 1. Daar gaan we. Round 7. Zevende ronde gaan we in. Hierna nog één oefening. Doe hem echt goed omhoog. Dat je ook die billen op het einde even goed aanspant. Dit was de eerste ronde van 40 minuten workout, 20 minuten rust. Als tussenpauze hebben we een plank van 2 minuten. Hoe ziet die eruit? Je doet 15 seconden de rechte plank, 15 seconden één hand los, 15 seconden de andere hand los, 15 seconden het rechterbeen, 15 seconden het linkerbeen, 15 seconden linkerarm rechterbeen en 15 seconden rechterarm linkerbeen. Neem nog even een slokje water, dan zet ik een muziekje op en dan gaan we beginnen. 2 minuten lang. Kom liggen, ik ga de timer aanzetten, de muziek gaat spelen. Oké, daar gaan we, 2 minuten. Oké, we beginnen met 15 seconden recht. Hou vol. Zit op 10 seconden. Oké, rechterarm los. 10 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Linkerhand los. Ga maar. Gaan we nog één keer doen. 40 seconden oefening, 20 seconden rust. Dus dat betekent nog 8 minuten,
en dan zijn we klaar voor vandaag. Ik ga de muziek weer opzetten. We beginnen met de push-ups. You know what this is? This is a hit workout. Oké. Okay. With 40 seconds work. En daar gaan we. Seconds rest for a total we beginnen met de push-ups. Are you ready? Come on. I can't hear you. We kunnen dit. Get ready for your workout. Can't stop, won't stop. Hit music, baby. 3, 2, 1. Ja, daar gaan we. Go round one. Goed. Naar beneden, goed omhoog. Hou vol. Come on. Here we go now.
Nee, mountain climbers. We zijn er nu echt bijna. We kunnen dit. Nog 3 oefeningen. Let's go. Oké, jongens, ik wil jullie super bedanken voor het meedoen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie het goed warm hebben gekregen. En in ieder geval het idee hebben dat jullie goed jullie best hebben gedaan. Ik hoop jullie snel weer te zien. Tot de volgende keer. Doeg!